Goedenavond. Ja, dat zeg ik nu wel, goedenavond. Maar dit is de eerste keer van al het keren dat we livestream uitzendingen doen, wat mij betreft, dat het van tevoren is opgenomen vanwege het grote concert dat vanavond plaatsvindt. Moest dat zo gebeuren? Dus het is eigenlijk ochtend hier. Maar ja, wat kan u dat schelen? Wat wel heel jammer is, er is dus geen vragenbespreking. En dat vind ik eigenlijk altijd een van de leukste onderdelen. Ik ben nou eenmaal schoolmeester. En dan vind je dat ook leuk als je met je leerlingen, zal ik maar zeggen, eventjes van gedachten kan wisselen. Dat kan dus niet vanavond. Het voordeel is daar weer van dat ik iets langer kan Bijbeluitleg geven dan ik anders zou doen. Laten we ook dit keer beginnen met gebed. Heer onze God, u bent een groot en machtig God. U hebt ons een heerlijke, heilige schrift nagelaten door uw vele dienstknechten. En daar willen we vanavond over nadenken, met een heleboel mooie aspecten die daaraan zitten. Het is veel, het is complex. Daarom bidden we om de leiding en de kracht van uw Heilige Geest om ons door de moeilijke stof heen te helpen. Want als we daar eenmaal dat overwonnen hebben, die moeilijkheid, gaan we de schoonheid ervan zien. En daar bidden we u om, dat het ook onze harten mag raken. Ook al is het geen preek, maar een Bijbelstudie. Heer, we danken u dat u ons zoveel rijkdommen in uw woord hebt geopenbaard. En dat we daar nu ook iets van mogen zien. We openen onze harten daarvoor door de kracht van uw geest. Help ons bij het spreken en bij het luisteren. Verheerlijk uw naam, ook door dit samen zijn. Amen. Wij gaan het vanavond hebben over het onderwerp: is de Messias het ware zelf van Israël? Nou, ik kan me voorstellen dat u denkt, die uitdrukking, het ware zelf, die heb ik nog nooit gehoord. En dat kan ik me voorstellen. Ik heb hem ook niet zelf bedacht en hij staat ook niet in de Bijbel. Hij komt van dokter Frank de Graaf. Een gedenkwaardig figuur. Hij was hervormd predikant. Maar hij was ook cultuurfilosoof. En hij was met een Joodse vrouw getrouwd. Dat zal ook wel geholpen hebben. Maar hij heeft heel diep doorgedrongen in de ziel van Israël. Ik zou nauwelijks of geen theoloog weten in Nederland die dieper is doorgedrongen. En dit is een uitspraak van hem. De Messias is het ware zelf van Israël. Wat bedoelde hij daarmee? Je zou kunnen zeggen, hij is het ik van Israël. Hij is Israël in een notendop. De Messias vertegenwoordigt, representeert Israël. Allemaal manieren om daar een dichterbij te komen. Hij is, als het ware, Israël in eigen persoon. Dat klinkt ingewikkeld, maar juist de 7 voorbeelden die ik ga noemen, die kunnen u helpen om dat wat beter te begrijpen. En dan gaat u langzamerhand, gaat die uitdrukking inhoud krijgen, gaat die vorm krijgen. De Messias, het ware zelf van Israël. Daar moet ik dan wel bij zeggen dat het dan vooral gaat om wat Jesaja zo mooi noemt, het overblijfsel van Israël. Sha'ar Yashuv, een overblijfsel zal zich bekeren of zal terugkeren. Dat is de kern van Israël. Dat zijn de tzadikim. Dat Hebreeuwse woord betekent de rechtvaardigen. Dat is dat deel van Israël dat ook werkelijk de Heere lief heeft, zijn Torah lief heeft, bij zijn woord wil leven, met alle menselijke zwakheid. Dat leeft uit de genade en uit de vergeving van God. Dat is eigenlijk dat wat Galaten 6 aan het eind noemt het Israël van God. Dat is een mooie uitdrukking. Paulus bidt daarvoor de gelovigen in Galatië, dat waren heidenen, maar daarnaast ook voor het Israël van God. Al die in Israël de Heere toebehoren. Want het is door genade dat zij tzadikim, rechtvaardigen, mogen zijn natuurlijk. Als je dat bedenkt, dat daar dus zoiets is als het Israël van God binnen dat grotere begrip van het etnische Israël, ga je ook beter begrijpen waarom de Messias het ware zelf van Israël is, wat dat betekent. Want hij is
de tzaddik, de rechtvaardige bij uitstek. Hij wordt een keer of 5, 6 in het Nieuwe Testament de rechtvaardige genoemd. En daarmee is hij het toonbeeld, het model van alle rechtvaardigen die er in Israël te vinden zijn geweest en nog zijn. U zult zien, het is een bijzonder onderwerp, omdat het zoveel licht werpt op de verhouding tussen de Messias en Israël. Het is ook een belangrijk onderwerp, omdat het ons helpt te begrijpen hoe het Nieuwe Testament vaak het Oude Testament citeert. Daar is nog wel eens het een en ander over te doen geweest. Dat die schrijvers van het Nieuwe Testament dat Oude Testament geen recht doen. Dat zullen we zien, dat gaat dan bijvoorbeeld in het Oude Testament over Israël en dat wordt dan in het Nieuwe Testament door bepaalde schrijvers op Christus toegepast. Nou, dat kan toch helemaal niet? Ja, dat kan wel, als je eenmaal gaat zien dat Christus in eigen persoon het ware zelf van Israël is. Dan begrijp je dat wat soms van Israël gezegd wordt, op de Messias kan worden toegepast. Hij is dat wat daar staat in het Oude Testament bij uitstek. Nou ja, de voorbeelden zullen dat vanzelf duidelijk maken. Maar toch nog even deze opmerking. Hier in onze westerse landen heeft zich een bepaalde manier van exegetiseren ontwikkeld, van bijbeluitleg. Die heeft iets westers over zich. We noemen dat de grammatisch-historische methode. En eerlijk gezegd, ja, dat is een zeer zorgvuldige, nauwkeurige manier om te proberen een tekst te verstaan. Maar in feite maakt het daarbij nauwelijks verschil of je het over de Bijbel hebt of over Plato of over Shakespeare. Het gaat om oude teksten die je probeert dichter bij de mensen te brengen door deze methode van exegetiseren, waarbij je precies de woordbetekenissen krijgt en hun historische samenhang, et cetera. Er zijn duizenden bijbelcommentaren die op die manier zijn geschreven. Die bieden alleen historisch-grammatische uitleg. En die zijn vaak geschreven door degelijke godsmannen. Daar doen we niks aan af. En die mensen hebben moeite met de manier waarop in het Nieuwe Testament, het Oude Testament, wordt geciteerd soms. En daar hebben ze dan ook wel eens een beetje kritiek op. Nou ja, het is natuurlijk geïnspireerd Nieuwe Testament, dus ja, je kan niet te veel kritiek hebben. Maar het is toch een beetje eigenaardig. Ik ga daar niet verder op in, want die voorbeelden komen nu vanzelf aan de orde en dan begrijpt u veel beter wat ik bedoel. Laten we maar beginnen met het eerste heel simpele argument. Het simpele citaat. In Hosea gaat het heel sterk over God in conflict met Israël van de 10 stammen, die dan kort samengevat Efraïm worden genoemd. En dan staat daar over de geschiedenis van Israël in Hosea 11, vers 1, uit Israël heb ik mijn zoon geroepen. Nou, iedereen die dat leest, die begrijpt, het gaat over Israël. Uit Egypte, zei ik het goed, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar als je kijkt naar Matthäus 2, vers 15, dan zie je dat Matthäus dat toepast op de Heer Jezus. Want die heeft de eerste jaren van zijn leven ook in Egypte doorgebracht, zoals u weet. Jozef en Maria moesten vluchten voor Herodes, kwamen in Egypte terecht. En pas na verloop van een aantal jaren konden Jozef en Maria met het kind Jezus terugkeren naar het Heilige Land. Ja, en daar heb je het al, hè. Is dit nou een manier van Bijbel citeren? Het gaat over Israël en Matthäus past dat toe op Christus. En nogmaals, ik heb orthodoxe uitleggers gezien die daar eigenlijk grote moeite mee hebben. Die dat eigenlijk niet vinden kunnen. En daar ben ik het niet mee eens. Zo gauw je gaat zien, en nogmaals, dit is pas het eerste voorbeeld, dat de Messias het ware zelf van Israël is, dan zie je dat heel veel voor wat geldt voor dat Israël van God, dat ware Israël, die ware rechtvaardige, ook geldt voor Christus. En dat wat geldt voor Christus ook geldt voor die ware rechtvaardigen in Israël in het algemeen. Nou, dit was pas mijn eerste van de 7 voorbeelden. Het tweede voorbeeld is van iets andere aard, maar komt op hetzelfde neer. In Exodus 4, vers 22 wordt Mozes naar de farao gestuurd met deze boodschap,
namens de Heere God. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Laat mijn zoon gaan, wordt tegen de farao gezegd. Die moet Israël laten gaan, weggaan uit de slavernij, uit Egypte. En dat weigert de farao, maar dat doet er nou verder niet toe. Het gaat om die betiteling. Israël is mijn eerstgeboren zoon. En we weten dat diezelfde titel wordt toegepast op de Heer Jezus. Hij is de enige geboren zoon van de Vader. Dat is een ander soortige titel. Dat is in het Grieks ook nog een beetje anders dan eerstgeboren. Het woord geboren is anders. Maar daar hebben we het even niet over. Het gaat niet om de enige zoon van de Vader. Het gaat over de eerstgeborene van de Vader. Zoals Salomo, de eerstgeboren zoon van David wordt genoemd. Terwijl die geloof ik nummer 10 of 11 was. En zo krijgt Jozef het eerstgeboorterecht. Hoewel hij de 11e zoon van Jacob was. Eerstgeborene is een eretitel. En slaat niet alleen maar op de tijd dat je geboren bent. Israël draagt die titel. Maar de Messias draagt die ook. In Hebreeën 1 zegt de schrijver zo mooi dat er een moment komt, of is gekomen, het ligt eraan hoe je het uitlegt, dat God de eerstgeborene inbrengt in deze wereld. En daar wordt ook dat woord eerstgeborene gebruikt als een eretitel voor de Messias. Terwijl diezelfde uitdrukking ook betrekking heeft op de Messias, op Israël. Ik noemde net even Jozef, ik noemde even Salomo. Dat komt ook nog wel verder aan de orde. Salomo's eerstgeborene, dat is een eretitel. Maar Salomo representeert ook het volk als geheel. Dat doet de koning. De Davidische koning, David zelf en dan Salomo en die verdere zonen. Die vertegenwoordigen ook het volk als geheel. Die zou die ook het ik van Israël kunnen noemen. En dat is belangrijk, want Salomo, David al, ook natuurlijk al. David, Salomo, Hezkia, Josia, enkele van de belangrijkste te noemen. Dat zijn natuurlijk ook typen voor afschaduwingen van de Messias zelf. Dus daar zie je ook alweer die diepere verbinding. Israël wordt als het ware samengevat in zijn hoofdfiguur. Dat is die Davidische koning. En dat is uiteraard uiteindelijk ook Christus zelf, de Messias. Een derde voorbeeld van weer wat andere aard. Dat is in Galaten 3 vers 16. Daar zie je dat Paulus verwijst naar een tekst die je een paar keer tegenkomt in het boek Genesis. In jouw zaad, zegt de Heer tegen Abraham, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Op andere plaats staat alle geslachten van de aarde, bodem, maar dat doet er nou niet toe. Waar het om gaat is die uitdrukking in jou en in jouw zaad. Ik gebruik even dat ouderwetse woord. Moderne vertalingen zeggen vaak nageslacht. Maar om te begrijpen wat Paulus in Galaten 3 doet, is het wel goed om zaad te vertalen. Want Paulus zegt, kijk, in wie worden nu eigenlijk die geslachten, die volken van de aardbodem gezegend? In het zaad van Abraham. En dan zegt Paulus, daar staat niet zaden, alsof het om een heleboel personen gaat. Er staat zaad, enkelvoud. En dat is Christus. Nou, dat is nou weer een gedachtegang waar allerlei uitleggers hun wenkbrauwen over gefronst hebben. Als een student dat in zijn opstel zou schrijven, dan kreeg hij daar een dikke streep doorheen. Zo leg je de Bijbel niet uit. En Paulus doet het wel. En dan zegt maar wat vergoelijken. Nou ja, dat was zijn Joodse manier van omgaan met de Bijbel. Dat had hij geleerd aan de voeten van Gamaliel. Ja, pas op, dit is geïnspireerde schrift. Wat Paulus hier doet is heel wezenlijk. En ga je begrijpen zodra je ziet dat Christus het ware zelf van Israël is. Ik lees Paulus dus zo. In Abraham worden alle volkeren gezegend. Dat is een andere tekst. Maar op andere plaats in Genesis staat, in uw zaad. Wat is het zaad van Abraham? Eerst was Isaac. Natuurlijk, letterlijke zoon van Abraham. En die Isaac is ook weer een type van Christus. Heel belangrijk. Maar ook het volk Israël. In Israël worden de volkeren van de wereld
gezegend. Het is precies hetzelfde als wat de Heer Jezus zegt in Johannes 4 tegen de Samaritaanse vrouw. Het heil is uit de Joden. Dat zouden wij ook niet zomaar geformuleerd hebben. Wij zouden gezegd hebben, het heil is uit God of het heil is uit de Messias. Maar toch niet, het heil is uit de Joden. Ja, maar zo zegt de Heer Jezus het wel. Het heil komt uit Israël, want in Israël wordt het hele wereldrijk gezegend. Worden alle volkeren gezegend. Dat wil zeggen, al degene uit de volkeren die ook daadwerkelijk tot bekering tot God komen. En dan zegt Paulus, ja, in Israël, dat betekent ten diepste, en dan zeg ik het met mijn woorden, in hem die het ware zelf van Israël is. Dat is Christus. Het gaat niet om zaden in de zin van een heleboel personen. Dat is ook wel een beetje waar. Het heil is uit de Joden. Maar ten diepste, als de volkeren gezegend worden in het zaad van Abraham, dan gaat het daarbij om hem die het ware zelf van Israël is, om de Messias. En als je het zo ziet, dan hoef je Paulus helemaal niet te verontschuldigen. Dan hoef je niet aan te komen zeggen, ja, dit is maar een Joodse manier van uitleg. Want dan kan ik het ook zo denigrerend. Hoezo? Hebben die dan een rare methode van uitleg die voor ons moderne westerlingen onacceptabel is? Misschien dat onze westerse benadering met onze grammatische historische uitleg wel in allerlei opzichten aanvechtbaar is. In elk geval doet hij veel te veel tekort aan de diepere zingeving van de Bijbel. De diepere zin, de diepere inhoud. Daarvoor moet je wat dieper boren. En een van de sleutels bij dat diepe boren is nou precies dit. Christus is het ware zelf van Israël. Waar Israël staat kun je soms Christus lezen. En omgekeerd. Ik kom tot een vierde voorbeeld. En dat is heel boeiend. Ik herinner mij dat ik, toen ik aandachtig de psalmen ging bestuderen, heel vaak daarbij stuitte op het woord uw gezalfde. En een tijd lang ging ik er eigenlijk als vanzelfsprekend van uit dat dat heenwijzingen waren naar de Messias. Messias komt van het Hebreeuwse woord Mashiach en dat betekent gezalfde. Daar staat dus ook op die tekst, in die teksten in de psalmen, Mashiach, Messias, gezalfde. Je vertaalt dat met gezalfde. Maar al geleidelijk begon ik te ontdekken dat dit helemaal niet altijd rechtstreeks op de Messias kan slaan. Soms natuurlijk wel, maar in heel veel gevallen niet. En een treffend voorbeeld heb ik in Psalm 28. Daar wordt in een twee parallele zinnen, u weet die dichtkunst in het Hebreeuws, in de Hebreeuwse taal bestaat vaak uit zinnen die een zekere parallelie vertonen. Ze zijn een herhaling met andere woorden of een versterking van de vorige zin. Zo is het hier ook. Zo wordt er gesproken over Gods volk en in de volgende regel over uw gezalfde. Israël is ook het gezalfde volk van God. Soms staat het zelfs in meervoud, in Psalm 105, uw gezalfden. Dan gaat het over de aartsvaders die helemaal niet letterlijk met olie gezalfd waren, maar die toch als zodanig worden aangesproken, geestelijk gesproken waren zij gezalfden des Heren. Maar Israël zelf ook, Israël was een gezalfd volk. Terwijl de enigen die gezalfd werden, dat waren hun leiders. Dat was de koning uit het huis van David en dat was de priester uit het huis van Aaron. Soms worden profeten ook wel genoemd als gezalfd. Jesaja 61 en Elisa werd gezalfd. Maar dit waren de twee leiders, de koning en de priester. En die werden als het ware gezalfd, plaatsvervangend voor het hele volk. Het is een gezalfd volk. Daarom zegt de Heere God al in Exodus 19 over Israël dat zij een priesterlijke natie waren. Later werd er één familie uit Israël tot priesters gemaakt, de familie van Aaron. Maar het hele volk was een priesterlijk volk, een koninklijk volk. Want de koning is dan de representant van die hele koninklijke natie, zoals de hoge priester de representant is van die hele priesterlijke natie.
Nou, daar heb je nou weer zo'n prachtig voorbeeld in de psalmen waar de Messias, de gezalfde, genoemd wordt. En waar tegelijkertijd Israël, Gods gezalfde, genoemd wordt. Maar Israël, zei ik al, wordt gerepresenteerd door zijn koning en door zijn priester. En die zijn allebei typen van de Messias. Zowel de koning uit het huis van David als de priester uit het huis van Aaron. Goed, Christus is volgens Psalm 110 priester naar de ordening van Melchizedek. Maar in elk geval toch ook priester. En als zijn priesterlijke taak in Hebreeën wordt beschreven, dan gaat het allemaal om de taken die Aaron gehad heeft en zijn zonen. Dus beide zijn typen van de Messias. Dus zoals Israël in zijn koning en in zijn hoge priester als het ware gerepresenteerd is, samengevat wordt, zo is de Messias de representant en de samenvatting, en ik zeg weer, het ware zelf van Israël als geheel. Het volk is een gezalfde natie, de Messias is de gezalfde koning. Net zoals het volk degene is in wie alle volkeren gezegend worden, en de Messias degene is in wie alle volkeren gezegend worden. Net zoals het volk uit Egypte werd geroepen, en ook de Messias uit Egypte werd geroepen. Nou, dit waren eigenlijk de makkelijkste. En nu ga ik even met u mee. Ik heb hier de Bijbel voor me liggen naar Psalm 80. Daar vinden we een zeer merkwaardige passage die ook bij de vertalers en uitleggers nogal wat vraagtekens heeft opgeroepen. En ik begin te lezen in vers 15, daar staat: Heere God, zie om naar deze wijnstok. Het is heel duidelijk dat het daar over Israël gaat. Israël is een wijnstok die uit Egypte is uitgegraven. Dat staat al in vers 9. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven, uit het land Canaan verdreven, en hem, die wijnstok, Israël, geplant in het land Canaan. En dan komt dit gebed aan het eind van vers 15. Zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft. En dan zegt de HSV, en dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dat is een beetje verdraaien van de tekst, met alle respect. Het gaat daar om het woord voor zoon, inderdaad, Ben. Maar dat wordt hier heel vaak opgevat als lood of scheut, tak van die wijnstok. Het gaat hier in feite nog steeds over die wijnstok. Maar dat woord zoon is tegelijkertijd wel heel bijzonder. Want als je nu een paar verzen verder gaat, dan lees je in vers 18: laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. De HSV past dit zonder meer op Christus toe. En dat doen heel veel uitleggers. Maar het bijzondere is dat je dan van vers 15 tot vers 17, dat is maar een kleine afstand, als het ware overspringt van een beschrijving die heel duidelijk over Israël gaat, naar een beschrijving over de Messias. De man van uw rechterhand. Letterlijk is dat zoveel als Benjamin. Dat betekent man van de rechterhand. En de mensenzoon, die we al tegenkomen in Psalm 8, de zoon des mensen aan wiens voeten alle dingen gelegd worden, die mensenzoon komen we hier ook tegen, die door God sterk gemaakt is. En de verwarring die nu ontstaat is, hoe moeten we dit nu lezen? Gaan allebei, vers 15 en 17, over Israël? Dat lijkt eigenlijk de makkelijkere uitleg, maar je moet dan toch in vers 17 wel erg dringen om die man van de rechterhand en die zoon, die mensenzoon, om dat allemaal nog op Israël toe te passen. Maar ja, kunnen we dat verantwoorden, die grote sprong van Israël naar de Messias, zo van vers 15 naar vers 17? Vandaar dat die HSV, ik geloof dat de Statenvertaling dat ook al doet, in vers 15 ook al probeert die zoon met een hoofdletter erin te krijgen. Maar ik denk dat die sprong helemaal niet zo vreemd is.
Als je bedenkt dat Christus het ware zelf van Israël is. Is dat niet bijzonder? Dan kan de gedachte gaan, dan kan de Heilige Geest als het ware heel soepel overgaan van Israël naar de Messias. En er komt nog iets bij. Wie is hier de wijnstok? Dat is Israël. Dat is heel duidelijk uit Egypte uitgegraven, geplant in Canaan. Prachtig beeld. Maar die opnieuw gaat wortels schieten en opnieuw gaat uitlopen en druiven gaat voortbrengen enzovoort. Jesaja 5 zie je dat prachtig, die gelijkenis van de wijnstok. Of om wijngaard soms ook, dat maakt niet veel uit. Die over Israël gaat, waar God vruchten van verwacht. Maar wat gebeurt er nu? In Johannes 15 zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. Nou, als Israël de wijnstok is en Christus zegt, ik ben de ware wijnstok, dan zegt hij als het ware, ik ben het ware Israël. Ik ben Israël in een notendop. Ik ben het eigenlijke ik van Israël. Ik ben Israël in geconcentreerde vorm. Of hoe je het ook uitdrukken wil. En wie heeft het nou mooier gedaan dan Frank de Graaf? Die zei, ik ben het ware zelf van Israël. Dat zegt hij daarmee. Dus door Johannes 15... denk ik, wordt nog eens bevestigd dat inderdaad de Heilige Geest hier in Psalm 80 van vers 15 en vers 17 overspringt van Israël naar de Messias. En als je eenmaal de verbinding van die twee gaat zien, is dat toch helemaal niet meer zo'n groot probleem. Ik kom bij mijn zesde punt. En dat zesde punt is ook wat ingewikkeld. Je ziet namelijk dat er in het Nieuwe Testament heel wat teksten worden geciteerd uit de psalmen en daarbij op Christus worden toegepast. Ik zou daarbij, maar dat is lastig in deze manier om dat zo te doen, ik heb geen schoolbord bij de hand, maar als u nou wil opschrijven, schrijf dan op psalm 34 vers 20. Schrijf op psalm 41 vers 9. 109 vers 25. Dan ziet u dat zijn allemaal teksten die toegepast worden in het Nieuwe Testament op Christus. Maar als je in de samenhang gaat kijken van die psalmen, dan zou je veel eer aan Israël denken. En nu ga ik een heel treffend voorbeeld noemen dat ik wat uitwerk. Die andere drie moet u voor uzelf uitwerken. Dat is het huiswerk voor de volgende keer, zegt de schoolmeester. Maar deze, die psalm 69, die noem ik even apart. Psalm 69 wordt een paar keer op de Heer Jezus toegepast in het Nieuwe Testament. In mijn dorst gaven ze mij azijn te drinken bijvoorbeeld. Dat is een vers op psalm 69. Wordt toegepast op het feit dat men de Heer Jezus te drinken gaf op het kruis. Om de pijn te verzachten kennelijk. Zo is de verklaring. En de andere tekst is, wat ik niet geroofd heb, dat moet ik toch teruggeven. Ik ben onschuldig, maar ik moet betalen voor anderen. Dat is de gedachte in Psalm 69. Nou, dat is ook prachtig toepasbaar op de Messias. Maar als je Psalm 69 in zijn geheel leest, kun je toch onmogelijk zeggen dat dat nou een Messiaanse psalm is. De psalmist klaagt zelfs over zijn eigen zonden en overtredingen die voor God niet verborgen zijn. Als we nou even die citaten in het Nieuwe Testament zouden vergeten, dan zouden we zeggen, in Psalm 69 is de sha'ar aan het woord. Het overblijfsel. Het Israël van God. De tzadikim. De ware getrouwen. Komt allemaal op hetzelfde neer. Alle manieren om te beschrijven dat er in Israël een kern is van mensen die niet zonderloos zijn, die zich ook bewust zijn van hun eigen zonde, die ook voor God belijden, maar toch als de diepste drijfveer van hun leven hebben om hem te dienen en hem in zijn Torah te wandelen, door de kracht van de Heilige Geest, in het besef van de noodzaak van genade en vergeving, in het besef van eigen tekortkomingen enzovoort. Je zou het zo kunnen zeggen, en dat heb ik niet van mezelf, maar dat vind ik ook een prachtige omschrijving. In de psalmen vind je heel vaak dat ware overblijfsel, die ware getrouwen en tegelijkertijd de geest van Christus die door hen heen spreekt. Zodat als die getrouwen, die tzadikim,
spreken in de ik-vorm je daarbij ook heel vaak Christus zelf hoort. Hoe kan dat nu? Omdat de Messias het ware zelf van Israël is. Hij is de tzaddik in extenso, bij uitstek. Hij is de tzaddik met een hoofdletter, de rechtvaardige. En dat merk je in de manier waarop in het Nieuwe Testament uit die psalmen wordt geciteerd. Terwijl wij zouden zeggen, het gaat hier over de getrouwen in Israël. Redeneert de schrijver in het Nieuwe Testament, ja, maar de getrouwen, dat is Christus zelf. Dus die woorden, die zijn ten diepste vervuld in Christus. Ik noemde psalm 69 als een treffend voorbeeld daarvan. Maar het geldt evenzeer voor die andere psalmen die ik straks even opgenoemd heb. Dat moet u zelf maar uit gaan werken. Het zijn de tzaddikim die spreken, vaak ook in de ik-vorm. En die ik is ten diepste Christus. Niet alleen Christus, maar ten diepste Christus. En waar dat zo is, daar kunnen die verzen ook in het Nieuwe Testament rechtstreeks op Christus worden toegepast. En dat gebeurt heel wat keren. Nou, dat is het huiswerk, dat mag u zelf uitwerken. Ik kom tot het zevende en misschien wel belangrijkste voorbeeld. Dat zijn de vier liederen omtrent de leidende knecht des Heren in het boek Jesaja. In het tweede deel van Jesaja, in hoofdstuk 42, 49, 50 en 52, 53. Vier liederen die als zodanig geïdentificeerd zijn, omdat ze sterke overeenkomsten vertonen. Dat moest ook pas geleidelijk in de exegese ontdekt worden natuurlijk, die vier liederen. En daarin gaat het over wat we noemen de knecht des Heren, de leidende knecht des Heren. In het begin van de Joodse uitleggeschiedenis was het helemaal geen probleem voor Joodse uitleggers om ook in Jesaja 53 een heenwijzing naar de Messias te zien. Maar dat veranderde geleidelijk toen men begreep wat voor gebruik christenen maken van Jesaja 53. Die passen dat toe op Christus als de leidende bij uitstek. En toen verschoof de Joodse uitleg steeds meer naar Israël. Nee, de leidende knecht in Jesaja 53, dat is niet de Messias. Want dan komt Jezus zomaar in het plaatje naar binnen en dat wilde men natuurlijk niet. Het is Israël. Nou, dat is mijn vraag aan u. Wie is de leidende knecht in Jesaja 53? Is dat Christus of is dat Israël? En ik denk dat u zo langzamerhand het antwoord begint te vermoeden. Dat antwoord is allebei. Je kunt ze heel vaak niet uit elkaar houden. Kijk, dat die leidende knecht Israël is, dat wordt een aantal keren gewoon rechtstreeks uitgesproken. Hoofdstuk 49 vers 3. Mijn knecht Israël. Dus al degenen die Jesaja 53 uitsluitend op Christus toepassen, die moeten toch eens naar al die vier liederen gaan kijken. En dan zien ze vooral in de vroegere profetieën dat dat heel specifiek gaat over Israël. Er is geen twijfel over. Maar ik zeg erbij dat als je die hoofdstukken leest, hoofdstuk 40 tot 53, en vooral als het dan gaat over de goddeloze kant van Israël, dan zie je ook vaak dat er een contrast wordt gemaakt tussen de knecht aan de ene kant en Israël aan de andere kant. Dan wordt er dus een contrast aangebracht. Want het is de knecht, zegt Jesaja 49, die Israël zal terugbrengen tot de Here. Dan wordt het dus ingewikkeld. Het is ook best een ingewikkelde materie. Je kan het ook maar hier kort aanstippen. Je ziet dus aan de ene kant, de knecht is Israël. En de andere, en dan vooral de tzaddikim. Het Israël van God, het ware Israël. Maar aan de andere kant wordt er steeds meer een gestalte zichtbaar. Het doemt steeds meer één persoon op die ook dat Israël van God gaat terugbrengen naar God. Die zelfs de zonden van dat Israël gaat dragen. Want het is Israël die zegt, hij heeft onze overtredingen op zich genomen. Onze zonden heeft hij gedragen, van de zonden, die twee woorden. En dat is heel bijzonder. En het wordt allemaal duidelijk op het moment dat u ziet, hey, de Messias is het ware zelf van Israël. Israël is de leidende knecht des Heren. Ik zei u straks over Frank de Graaf.
die ik persoonlijk aardig goed gekend heb. Dat ook als Jesaja 53 gelezen wordt, dan zegt hij, wie denkt daarbij niet aan het land dat naar de slachtbank wordt geleid, naar die duizenden, die honderden, duizenden die in Auschwitz naar de gaskamers werden geleid, zonder dat die mensen klaagden of schreeuwden of riepen, als lammeren naar de slachtbank. Ook Jesaja 53 roept het beeld op van het lijdende Israël van God, dat door de eeuwen heen altijd zo verschrikkelijk veel heeft moeten verduren. En tegelijkertijd, bijna vanaf het begin ervan, maar steeds helderder naarmate we bij hoofdstuk 52 en 53 komen, schittert daar in die knecht, in de beschrijving van die knecht des Heren, één figuur, heel duidelijk, van wie uiteindelijk ook de hele redding van Israël afhankelijk is. De Messias. Is dat vreemd? Nee. Want ik herhaal voor de laatste maal, Israël vindt in de Messias zijn kern, zijn ik, zijn diepste zelf. De Messias is het ware zelf van Israël. Israël is de lijdende knecht, maar de Messias is dat bij uitstek. En dan zie je dat hij niet alleen maar geleden heeft voor de volkerenwereld, maar ook geleden heeft voor Israël zelf. Nou, daarbij wil ik het laten. Ik zeg u al, het spijt mij, als u per se vragen wilt stellen die echt van belang zijn, dan kunt u dat via mijn website doen, info@willemouwenhiel.nl, daar vindt u mijn, dat is mijn e-mailadres. Maar u kunt het ook via mijn website makkelijk vinden, willemouwenhiel.nl. Maar dan alleen als het gaat om echt dringende vragen en niet om onnullige weetdingetjes. Dan ben ik graag bereid, maar het is nou eenmaal, dit keer gaat het een beetje anders. Maar we gaan deze de prediking, deze Bijbelstudie, wel afsluiten met gebed. Heere God, we leggen alles wat we besproken hebben terug in uw handen. Het was ingewikkelde materie. Er is heel veel naar voren gekomen, heel veel aspecten van het profetisch woord. En nu bidden we u dat we niet verdrinken in die massa gegevens, maar dat we nog eens het mogen overwegen in onze harten, hoe bijzonder dat is. Heer, vergeef ons als we de Messias ooit hebben losgeweekt of los wilden weken van zijn volk Israël. Jezus de Jood bij uitstek. Niemand was ooit Joodser dan hij. En tegelijkertijd was hij uw zoon. Vader, we danken u dat we hem mogen kennen. En dat we door hem en in hem ook een sleutel vinden om zoveel passages uit het Oude Testament beter te verstaan. Help ons om de stof te verwerken. Pas die toe op ons brein, maar ook vooral op onze harten. We leggen dat in uw handen. Laat het ons tot grotere eerbied mogen brengen voor uw woord, voor de persoon van de Messias, maar ook voor uw volk Israël, dat nog altijd uw volk is, waarmee u grote plannen hebt. Plannen die zullen worden verwerkelijkt in hem die het ware zelf van Israël is, uw geliefde Zoon. Wij danken u voor deze gelegenheid, vertrouwen ons verder aan u toe, loven en prijzen uw heerlijke naam. In de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen. Amen. Dank u wel en graag tot een volgende keer wat mij betreft.